In Maaspracht is verleden jaar een fietsgroepje ontstaan dat zich ten doel had gesteld om in 2020 mee te doen aan de beklimming van de Alpe d'Huez in het kader van geldinzameling voor kankeronderzoek. Helaas kon vanwege de corona deze route niet worden gefietst. Maar er was een alternatief. Vandaag, zondag 27 september, kwamen ze terug van deze bijzondere tocht. We zouden eigenlijk de berg op gaan. Nu is het vlak gebleven. Maar ik hoor zo links en rechts dat toch iedereen blij is dat het voorbij is. Ja, dat kun je wel stellen. Ja, het was heel erg leuk. Het was heel erg gezellig. Maar 550 kilometer is wel een hele end. Dus ja, we zijn allemaal wel moe. We hebben pijntjes, spiertjes doen zeer. De billetjes doen zeer. Dus het was best een pittig stukje. Je hebt het in 2 dagen tijd gedaan, hè? Vier. Vier dagen, sorry. Vier dagen, ja. En hoe hebben jullie daarop voorbereid? Ja, ieder voor zich een beetje. Iedereen heeft zijn eigen werk, zijn eigen gezin. Dus we hebben wel wat met elkaar getraind. Maar iedereen heeft voor zichzelf getraind. De een wat meer als de ander. En uiteindelijk hebben we elkaar er doorheen gesleept. Jullie doen dat voor een goed doel. Wat hebben jullie nou uiteindelijk opgehaald? We doen het voor de Alpe d'Huez. Daar hebben we een feestavond voor gehouden. En we hebben als extra ludieke actie op de feestavond gezegd tegen al onze gasten dat als zij die avond nog wat extra zouden doneren, dan gaan wij daar extra voor fietsen. En in totaal hebben ze €5500 bij elkaar gebracht die avond. Dus dat betekende voor ons 550 kilometer fietsen. Dus in totaal, de totale opbrengst voor deze actie was €5500. En is het verhaling vatbaar of is dat nu te snel? Op dit moment zeg ik nog even van niet. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk als je met zoiets een goed doel kunt steunen. Dus ik zeg nooit nooit, maar voorlopig even niet. En als je dan zo op die fiets zit, dan heb je natuurlijk ook wat tijd om te kletsen met de anderen. Maar ik denk ook dat je heel erg bezig bent met allerlei dingetjes. En wat doet dat dan allemaal met jou? Het feit dat je misschien ook wel kunt denken over wat het is om niet ziek te zijn en wel ziek te zijn. Ja, dat is ook zo. Het was voor ons best wel zwaar. Maar ja, we doen het voor het kankerfonds. En er zijn natuurlijk mensen die dagelijks tegen zo'n ziekte moeten strijden. Ja, dat is natuurlijk niks vergeleken met wat wij doorstaan hebben. Dus als het dan een beetje pijn doet, dan denken we maar aan de mensen die ziek zijn. Die vele ergere dingen moeten doorstaan. En dat gaf je dan toch wel weer wat energie om weer door te gaan. Marloes, ik zag je zo net met een biertje staan. Daar was je wel aan toe, hè? Daar was ik zeker aan toe na 550 kilometer. Hoe vond je het gaan? Ja, het is me eigenlijk best wel meegevallen. We zijn natuurlijk goed getraind, of redelijk goed getraind van tevoren. En ondanks dat we niet echt super weer hadden, een beetje koud en een beetje wind, is het toch wel heel goed gegaan. Eigenlijk ging het elke dag beter. Je hebt er 4 dagen over gedaan. En hoe bereid je daarop voor? Je zegt trainen. Wanneer begin je dan? We waren natuurlijk van plan om dit jaar in juni de Alpe d'Huez te gaan fietsen. En daar zijn we vorig jaar vanaf maart eigenlijk al gaan trainen, al een beetje gaan fietsen. Toen hebben we vorig jaar in november een feestavond georganiseerd om geld op te halen. En toen leek het ons een leuk idee om mensen wat te laten betalen, €1 voor een kilometer te laten betalen. En dat liep natuurlijk uit de hand en daar hebben we €5500 opgehaald. En dan zouden we in mei, een maand voor de Alp, zouden we gaan fietsen. Zouden we die 4 dagen gaan fietsen, of die 550 kilometer gaan fietsen. En dat zouden we eigenlijk van Basel terug naar Maasbracht doen. Maar ja, dat ging helaas door de corona niet door en is dat verzet naar september. En eigenlijk was de planning om nog steeds van Basel uit te fietsen. Maar ja, doordat Frankrijk code rood is in de gebieden waar wij doorheen zouden fietsen, ja, was dat wat verstandiger om toch maar wat dichter bij huis te blijven. Maar ik vroeg mij af, Alpe d'Huez is natuurlijk iets anders dan het Hollandse polderland. Ja. Had je daar anders op moeten voorbereiden? Nee, ik denk gewoon veel kilometers maken en ook gewoon doorzetten. Niet opgeven bij elk pijntje. We doen het natuurlijk ook voor het goede doel. En die mensen die geven ook niet op. Dus, en wij hoeven alleen maar een stukje te fietsen. En waarom maar 1 vrouw? Ja, weet ik eigenlijk ook niet.
Want hebben jullie een oproep voor gedaan of hoe ging dat eigenlijk? Er was al een klein ploegje gevormd en daar hebben ze gewoon zich steeds meer mensen bij aangesloten. Dat is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan onder het genot van een biertje. Zeg je natuurlijk toe van ja, ik doe wel mee. Dan, Ja, en als je meedoet dan ervaar je wat het is. Ja, ja. Maar het is in ieder geval voor een heel goed doel. Ja, het is voor een heel goed doel, ja. Het verzacht een beetje de pijn af en toe, denk ik. Ja, ja, zeker, zeker. Arjen, hoe heb jij het ervaren? Ik vond het super gaaf. Ja, het was... Ik had totaal geen idee wat ik moest verwachten. Ik had nog nooit 150 kilometer ooit gefietst. Nu was het dus 3 dagen hebben we 150 kilometer gefietst, 1 dagje 100. En het was veel beter te doen dan ik gedacht had. Ja. Het ging erg goed. Ja. Vond je dat je genoeg had voorbereid? Ja, ik had wel heel goed voorbereid. Ja. Ik heb heel veel getraind. Ik ben 20 kilo afgevallen sinds vorig jaar. Maar dit jaar in Frankrijk heb ik ook Alpe d'Huez gefietst als enige. Dus ik was wel erg goed voorbereid. Dus je hebt anderen misschien af en toe moed moeten inspreken? Ja, en een beetje voorop gereden om de anderen uit de wind te halen. Heb je nou ook echt de smaak te pakken? Ja, had ik al te pakken. En nu alleen nog wel meer. Dus nu komt wel de winter eraan. Dus ik ben wel benieuwd hoe het dan gaat. Ik heb kijken of in de kou fiets ook nog zo leuk is. Ja. Ja. Nou, jij bent dan een van de weinigen die ook die Alpe d'Huez gedaan heeft. Dat is natuurlijk iets heel anders dan hier fietsen, hè? Ja, dat is niet te vergelijken. Dit was een hele lange tocht. Maar dan fiets je wat rustiger. Maar ja, zo'n berg, dan ben je 1,5 uur ben je heel hard aan het fietsen. Dat dus kan je toch ook niet vergelijken, denk ik? Nee, dat is niet te vergelijken. Nee. Dan zou je toch echt heel erg speciaal op moeten trainen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar het is wel voor herhaling vatbaar. Wat mij betreft wel, ja.